Fantastisch. Hoi. Dames en heren, daar zijn ze. Hoi. Peter en Remco. Ja, hij zit op het podium. Een podiumvrees. Ja? Nee, toen niet. Nou ja, dit zijn dus twee van de vier die we heel erg willen bedanken. Misschien wil jij er ook nog wat over zeggen, want anders ben ik straks de hele tijd. Ja, kijk, wij willen nummers maken. Nou goed, Merel heeft het al een beetje uitgelegd. En dat ging in eerste instantie goed, daarna wat minder goed. En we hadden destijds al contact met Remco. Remco vond het super tof om hier een single release party te houden. En nou, daar zijn we dan, joh, dames en heren. Daar zijn we, de single release party. Ja, en druk. En toen ging het dus inderdaad even mis met de producers. En ja, dat is helaas niet anders. En ja, kijk eens, dat zijn onze singles en een lieve foto van Jesse en Gerrit. Ja, nou, dat is leuk, toch? Ja, natuurlijk bedankt voor alle complimenten. We hebben natuurlijk uiteraard ons best gedaan, maar laten we eerlijk zijn, zonder jullie inzet hadden we uit niks gekregen. Leuk. En we hebben natuurlijk hele leuke dingen meegemaakt, we hebben gelachen. En ja, wat er tot stand is gekomen is niet alleen door ons, is echt voor jullie. En Jesse, jij met je podium bereid, jongen, waar heb je het over? Ik bedoel, dat ging hartstikke goed, toch? Ja, ging goed. Ja, ging geweldig. Ik wil één ding maar zeggen, we hopen dat het verder een succes wordt. En dat het ook veel gedownload wordt en veel geluisterd wordt. En goed, ik zou zeggen, we hieruit bij hem dat jullie verder wel kunnen. En we hopen dat we een hele goede toekomst hebben. Dankjewel. Nou, ik heb eigenlijk één ding te zeggen. Toen we dit begonnen was de droom van Jesse om champagne leeg te spuiten over het publiek. We zijn nu aangekomen. Ja, de Bolsjo's! Zijn nu aangekomen volgens mij bij het laatste nummer. Dus pak je poncho. Heb je hem niet, koop hem. €3 maar. Meedenken in de BV. Gratis. Dus geef ze nog een applaus. Richie van der Toffe Tony! Bedankt mannen. Ik denk leuk. Dat champagne maar doen als... Wel spuiten, hè? Nee jongen, jij moet spuiten. Eentje van poffen. Ja, poffen, spuiten. Tijdens het nummer. Ja. Komt goed. Helikopter. Leuk hè? Hij moet nu gaan eentje. Wat? Dingen die brengen ze wel. Nee, niet nu. Ja. We gaan eerst het nummer doen, toch? Maar de mensen doen al een stapje naar achter. Volgens mij zijn we aan het wachten, toch? Ja. Rich man. Die gaan we gaan zij doen. Hey, die knopje gaat daar. Chop, chop. Ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op mijn schoot. Hey, sorry voor je dochter. Ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op mijn schoot. Hey, sorry voor je dochter. Ik loop de scene in, begin meteen te rennen. Zie je gouden toekomst, zij wil mij verwennen. Ja, je vriendin zegt, zij heeft zin, zin. Ze kiest voor win-win, flat bijna uit de steen. Shit is niet oké, okay. Zij vindt mij een topper. Tovere lach op haar gezicht, ze noemt me Harry Potter. Kan er niet omheen, ja die heli komt er. Wil mijn zakken vol, ik koop een helikopter. Ja, ja die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja die heli die komt er. Hoofd op mijn schoot, hey sorry voor je dochter. Ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op het schoot. Hey, sorry voor je dochter. A Richmond in de club. Verstop je vriendinnen en je droomvind is aanwezig. Yes, ik ben binnen. Alle fles op de bar. Van de bangen wat het kost. Alle euro's op de bank. Ja, die raken om. Het laatste beetje geld wil ik sparen voor later. Later als ik groot ben en het geld op het water. Koop een huis aan het water met mijn toekomstige vrouw. Een topper. Kom van een hele verre reis vanuit mijn chopper. Chop, chop. Ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op mijn schoot. Hey, sorry voor je dochter. Pa, 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 ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op mijn schoot. Hey, sorry voor je dochter. Haar ogen spreken boekdelen. Kijk hoe ze naar mij lacht. Ik ben een kunstenaar, zo'n beetje in de nacht wacht. Ze wil geen stil leven, liever in de lucht zweven. Dromen komen uit. Denk niet eens aan opgeven. Fucking dik hoe mijn leven is veranderd. Je ziet me op tv. En nu is alles anders. Stijg naar de top. Geen concurrentie, laat ze shaken in de heli. Geen turbulentie. Ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op mijn schoot. Hey, sorry voor je dochter. Ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op mijn schoot. Hey, sorry voor je dochter. Dit
is wat ik wil, bro. Ja, ik wil het echt, die zonneslag of stoot. Kies de juiste weg, dromen dat is fijn, maar je moet erin geloven. Hoofd niet in de wolken, maar succes kan ik beloven. Eerst was ik niks, nu ben ik alles. Nu moet ik je niet, nu laat ik je vallen. Kijk omhoog naar de lucht, ik zwaai. Jij zucht vanuit mijn heli, lijkt je op een motherfucking kleine mug, bitch. Ja, ja, die heli die komt er. Sky high helikopter. Ja, ja, die heli die komt er. Haar hoofd op mijn schoot. Hey, sorry voor je dochter. Dank jullie wel. Nou, dat was hem, jongens. Hoe vonden we het? Echt, ik ben echt super trots op jullie. Dat meen ik echt. Jullie hebben het echt super goed gedaan. En ja, een uitreiking, een single release party is natuurlijk niks zonder een aandenken. En deze uitreiking gaat gedaan worden door een heel speciaal iemand. De jongens weten het zelf nog niet. Het is een kleine verrassing. We hebben ook nog wat leuks voor ze. Dus ga ik onze grote vriend op het podium roepen. Mag ik een applaus voor niemand minder dan DJ Sean? Ja, leuk dat je er bent. Ja, supergezellig, nu al. Nu al? En je gaat zo natuurlijk lekker even afsluiten, een uurtje draaien nog? Dat sowieso. En wat doen die jongens het goed? Ik stond echt met open mond te kijken, jongens. Producties zijn natuurlijk goed van de platen, maar je moet het ook nog maar even invullen. Goed ritme, goede maat. Perfect. Dankjewel. Respect. Nou, dan ga ik nu het woord aan jou geven. Jij gaat de uitreiking doen. Je hebt iets heel bijzonders bij je. Ja. Ja, ga je gang. Ja, yes, Gerrit. Kijk eens wat ik hier in mijn handen heb. Je voelt hem al aankomen. Dit is eigenlijk een soort van, hoe zal ik het zeggen, opsteken. Een trofee, geef het maar een naam. Maar dit zijn twee dingen die jullie misschien nog meer motiveren om... Handjes in de lucht. 1, 2, 3! Als je iets geeft. Oké, nog één keer. 1, 2, 3! Dus dat. Tof. Jongens, gefeliciteerd en nog heel veel succes hier de komende maanden. En natuurlijk met jullie vervolgcarrière met deze geweldige platen. Bedankt. Dankjewel. Blijf nog eventjes hangen, zou ik zeggen. Ja, dat lijkt me wel. Dames en heren, mag ik een applaus voor DJ Sean? DJ Boet wordt even opnieuw opgebouwd en dan gaan we het laatste uurtje lekker knallen met Sean. Moeten we niet nog de knop? Er worden ondertussen even foto's van de jongens gemaakt. Maar ja, deze release party is natuurlijk niet compleet zonder dat we de singles ook echt gaan releasen. Dus we gaan de rode knop klaarzetten en zodra de jongens op de rode knop slaan, staan alle nummers online, of allebei de nummers online op alle streamingskanalen, zoals Spotify, Deezer, noem het maar op. Een super gaaf moment waar jullie allemaal bij zijn. Dus ik wil iedereen vragen om iets naar voren te komen. Ik zie heel veel mensen achterin staan. Dat we het gedaan hebben. En dit is echt even een belangrijk moment, jongens. Dus laten we het met z'n allen doen. Ja, mag je vast? Ja. Zullen we hem hierop zetten? Ja, we zetten hem hierop. Ja? Jullie. Zullen we handjes ook lopen? Ja, weet je. Oké, hartstikke goed. Heb ik een aftelmoment op het scherm? We hebben een aftelmoment, dan gaan we zo starten. Zoek je een microfoon? Ja, daar kunnen we mee aftellen, toch? Iemand heeft een microfoon. Waar is de microfoon? Ja. Top. Ja. Kom maar. Ja. Ernst, zijn we er klaar voor? Oké, we gaan straks aftellen. Tellen jullie allemaal mee? Ja! Ja? Dat was niet heel erg enthousiast. Okay. Tellen jullie allemaal mee? Ja? Oké, top. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de nummers zijn nu online te vinden op Spotify, YouTube, videoclip komt. Alles nou, dank te beluisteren. Oh! Dus massaal streamen met z'n allen. Yes. Op social media.
alsjeblieft, ja. We zijn heel erg benieuwd wat het uiteindelijk gaat doen. En hoeveel streams dat we gaan halen. Support ons en dan willen wij jullie hartelijk bedanken voor de aandacht. En sowieso de komst van op dit evenement tijdens onze single release party. Dank jullie wel! Dankjewel. Heb je al gezegd dat we voor foto's staan? Wij staan voor foto's bij de merchandise de komende uur. Yes. Ja. Dames en heren, mag u nog één keer jullie allerhardste applaus voor Rich Man en Tom van Tony! Leuk als mensen dat weten, dat je gaat klappen, dat ze weten dat je lastig hebt aan mensen. En we gaan deze fantastische avond afsluiten met niemand minder dan DJ Zo. Nog één keertje, koop lekker nog een drankje. Ik had hem al vanaf het begin willen hebben, tijdens dat nummer 2. Champagne shower op je bitch, een helikopter. Drink jij hem lekker op? Neem hem mee. Wat? Hier, daar hou ik één van Merel. Ja. Drink jij die andere op? Hier, is voor jou dan, hij is nog vol. Niet voor nu, maar voor straks of zo. Dan gaan we even na het evenement zitten.